We staan hier bij Maurice Molenaar, voorzitter Business Club, Bert Werken van de sponsorwerving en Hans van de Bigelaar, voorzitter van Sparta. Hans, hoe gaat het met de vereniging in financieel opzicht in deze coronatijd? Ja, daar is niet eenmaal duidelijk natuurlijk een antwoord op te geven. We waren super bezig als vereniging. We wisten dat we met een negatieve begroting in het jaar waren gestart en dat we gedurende het seizoen al veel hadden omgedraaid. En dat we zeker wisten dat we voor volgend jaar een heel positief verhaal hadden staan. Ja, dan verandert er half maart van alles. Alles valt stil, alles valt droog. Dus voor de korte termijn geen kantineinkomsten meer. Dat kunnen we waarschijnlijk wel opvangen omdat we alle goede maatregelen hadden genomen. Maar als we nu een stukje vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, dan maken we wel ernstig zorgen over. Er zijn natuurlijk sponsoren die het moeilijk hebben. Sowieso onze hoofdsponsor die tussentijds wegvalt. En ja, zoek maar op dit moment nieuwe financiers. En anderzijds is het nog maar zeer de vraag of dat er volgend jaar überhaupt de kantine weer open mag. In vol, en dat is natuurlijk voor ons ook een hele grote bron van inkomsten. Maurice, er stoppen een paar grote sponsoren, waaronder de hoofdsponsor. Jullie hebben een alternatief, vertel eens. Ja, klopt. We zijn natuurlijk met een aantal andere sponsoren, potentiële sponsoren, zijn we in gesprek geweest. Nou, die hebben gezegd van nou, we laten deze kans even aan ons voorbij gaan. Er zijn wat initiële gesprekken gestart met mogelijke hoofdsponsoren, maar dat is in deze tijd natuurlijk heel moeilijk. Die hebben allemaal de eigen problemen, dus die gaan nu niks doen. En wat je merkt in deze periode is dat, hoewel je niet samen kunt zijn, het verbroedert wel deze tijd. En eigenlijk willen we daarop voortbeduren en zeggen van, kunnen we niet met z'n allen, met een heel veel mensen, Nieuwe Sparta steunen en dus samen de hoofdsponsorschap oppakken. En in dat kader hebben we dus bedacht dat we Forza Nivo willen gaan starten. Dus ik denk een heel mooi initiatief. Bert, hoe zijn jullie tot Forza Nivo gekomen? Nou, we hebben diverse namen hebben we de revue laten passeren. Forza betekent niet in het Italiaans of in het Spaans met elkaar en voor elkaar. Wordt ook veel gebruikt bij voetbalclubs, maar ook andere clubs om aan te geven dat je samen iets op wil zetten. Dat was ook de insteek om met elkaar te gaan kijken van hoe kunnen we het probleem wat we nu wat we verwachten ten aanzien van de sponsor, hoe kunnen we het oplossen? En daar komt de naam Forza Nivo vandaan. Wat krijg je ervoor terug als je daar aan mee gaat doen? Ja, wat krijg je ervoor terug? Wat belangrijk is natuurlijk dat we mensen zoeken die een hart hebben voor de club. En er zijn er gelukkig heel veel. En die ons met een relatief gering bedrag willen steunen. Dan maak je deel uit van een gerenommeerd gezelschap. Wat eigenlijk gezamenlijk, als het allemaal gaat lukken, gezamenlijk het hoofdsponsorschap gaat vormen. Dat betekent dat de naam ook op de kleding en op andere uitingen zal gaan komen. Daarnaast, als je een bedrag van, ik meen, €250 bijdraagt, dan krijg je een vaste plaats op de tribune. Eén keer per jaar gaan we een evenement organiseren om toch met elkaar zeg maar, te laten zien hoe dankbaar we daarvoor zijn. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat we het zo met elkaar doen. Vergeet niet dat het voor de club gewoon hard nodig is. Maurice, wat is jullie uiteindelijke doel? Ons uiteindelijke doel is dat we hier meerdere jaren vooruit kunnen en kunnen bouwen aan een goede basis voor Nieuwe Sparta. En dat je het gezamenlijk met alle leden, maar ook met niet-leden, dus mensen die ons gewoon een warm hart toedragen, die kunnen hier ook gewoon lid van worden, als ik het zo mag zeggen. Hoe lang zit je eraan vast als je eraan mee wilt doen? In principe gaat het gewoon per jaar. We hopen natuurlijk dat mensen er voor meerdere jaren bij blijven. Hè? Want op die manier kunnen we dit meerdere jaren kunnen blijven volhouden. Een paar weken geleden werd er daar geschreven dat jullie nog iets anders bezig waren voor de leden en de BC. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen? Of? Nou, dat blijft een verrassing. En laten we nou niet de boodschap gaan vertroebelen. Dus laten we het eerst over Forza hebben en komen over een paar weken maar terug. Oké, dankjewel.